I think we'll do a kind of interactive presentation. How Prezi started from like a simple idea to a company with more than 10 million users. Also very easy. Drew Banks. Just play a bit with stick figures. Ik heb een pretty quick guide voor jullie geschreven. Motivatie, waarom? Waarom gaan we spelen? Waarom vinden mensen het leuk om mijn spellen uit de kast te pakken? Het leuke is, je begint met het Monopoly-spel, maar uiteindelijk ligt die gewoon op tafel. So we are allowing limited use of 3D. I think what's great about the way that Prezi has approached this, you don't have to become a 3D editor. You just need to know how to import an image. Ik maak veel Prezi's. Ik doe niet anders. Grote bedrijven, kleine bedrijven. Ik leg de lat hoog. Ik vind het belangrijk dat als je doet, dat je het goed doet. Ik heb thuis, nou ja, omdat mijn vak is, 40 spellen staan. En dan zegt iemand tegen mij op zaterdagavond, zullen we een spelletje spelen? En dan sta ik voor die kast en denk, mijn god, zoek jij maar iets uit. Bij een les, een goede les, wordt een afsluiting. En dit vinden ze vaak heel verrassend. En in mijn hoedanigheid als grafisch vormgever zie ik heel veel Prezi's voorbij komen, omdat ik op Twitter heel veel bekijk. En het valt me nog wel eens op dat mensen er soms net niet uithalen wat erin zit. En ik zou jullie bij deze wat dingetjes mee willen geven, waar je op moet letten. Foto's van je huis, kan ik dat vinden? Motivatie, waarom speel je een spelletje? En dat geldt ook voor presentaties. Waarom komt iemand naar jouw presentatie toe? Jullie moesten. En dat kan soms. Soms is het omdat het gratis is. Of soms gaat het omdat je iets wil leren. Of omdat je nieuwsgierig bent. Kies er eentje uit en je hebt geheid een mooie presentatie of een goed spel. Vraag zelfs van welke kleur wc-bril heb ik thuis. Zet ik er nog apart bij. En dan zijn ze helemaal verbaasd. Maar dat geeft wel weer van wat zet je op internet. Sensing whether you were bored. Sensing whether you were excited, and that would be a feedback loop into the experience. So you could either be directive or there would some that would be reactive. And I think that little bit of extra. So Team 4 takes the prize. Androids and how they are immersed in everyday life. So het cirkeltje rond. Maar soms is een Prezi misschien juist niet de presentatietool die je wil gebruiken. Het gaat erom het verhaal wat je vertelt en dat kun je laten ondersteunen. Als mensen dat in eerste instantie zien, dan weten ze waar het over gaat. Ja, maar het wordt in feite zelf centraal punt. Maar als jij bedoelt, wat voor relatie heeft hij tot iets anders, dat bedoel je? The cause of the AMA computing or just is the presenter alerting? Op het rode bierveldje een sketch over wat heb je nou vandaag meegekregen van dit. Wat neem je mee naar huis? Volgend jaar, dat zien jullie hier, heb je Prezi Day 2013. Geef ons nou eens één tip om het volgend jaar nog beter, nog inspirerender, nog gaver te maken. Feedback voor volgend jaar, kunnen we wat mee? Dus 3, 2, 1, gooi me deze kant op. Super, ik ben vorig jaar ook geweest en was weer super. Ja. Inspirerend, ja. Veel nieuwe ideeën opgedaan. Een hele goede dag, ja, absoluut. Ja. Ja, heel leerzaam voor mij, het was de eerste keer kennismaking met. Maar absoluut nuttig om straks voor mijn werk in te zetten. Ik moet mijn eerste Prezi nog maken, dus dat is voor mij een hele goede kennismaking met Prezi. En dus daar ben ik heel tevreden over. Leuke workshops, leuk programma. Ik heb wel genoten. Ik heb veel leuke reacties op Twitter gezien, dus ja, heel goed bevallen. Mooi zo. Volgend jaar weer? Ik ben er bang voor. It's great to be here among them. Yeah. And we learn from you as much as you learn from us. Yeah. It's fantastic. People, focus, execution. De top was voor mij de special showcases. Wat was meest special? Allemaal even gelijk. Zo'n boekje wil ze graag hebben. Hetzelfde doen.